Deze video op Doesburg TV wordt mogelijk gemaakt door Lekkers en Zo, het lekkerste winkeltje in Doesburg. We hebben samen ook wel eens een keertje bomen gepoten. Ja, ja, dat klopt. Nou, Sonne, je hebt er heel veel werk voor gedaan, jij. Wat? En ik moet een spaartje erin steken. Ja. En met de roem gaan lopen. Nee, je moet ook mee. Oké. Ja? Zullen we? Kom op, mannen. Ik probeer. Kom op, mannen. Ja? Hey. God, Sam. Het lukt ook nog. Niet vallen, Fred. Hè? Doe het maar. Zit je eerst op 2 meter zitten. Wim. Dat is een goeie. Ja. Ja, je mag even uitrusten. Ja, ja. Een nieuwe fase vandaag. De laatste fase. De laatste fase. De laatste fase. En dan moeten we nog 3 maandjes. En dan hopen we alles klaar te hebben. In goede samenwerking met alle partijen. Maar wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Ja, gasveld wordt aangelegd. De kunstgasveld. Nee, maar, alles. Geef eens een kort overzicht. Een kunstgasveld. Nieuw. Een nieuw natuurgasveld. Nieuwe leunomheining. Totale afrastering. 2 velden verlicht. Het pannenveldje, wat ook gebruikt kan worden voor de bols, de beweegtuin, voor de buurt, voor de ouderen, voor alles wat Doesburg heet. En ja, het is allemaal compleet. Okay. De UEFA kan komen. Ja, ik heb begrepen dat de UEFA belangstelling heeft voor jullie accommodatie. De UEFA heeft belangstelling voor onze accommodatie tijdens het EK Dames 2017. En zoals het er nu uitziet, gaan we dat verhuren van 7 juli 2017 tot 8 augustus 2017. Dus aan alle wensen kunnen we voldoen. Okay, dus maar, ik denk dat het nog een kwestie is van handtekening en is het klaar. Maar verhuren aan de UEFA, wat betekent dat dan? Dat de topwedstrijden hier gespeeld gaan worden? Nee, de UEFA die traint op deze accommodatie. Eén land traint op deze accommodatie. Ja. Vertoeft in een hotel in de directe omgeving. En speelt de wedstrijden in het stadion De Graafschap. Oh, oké, okay. Dus het is echt voor trainingsdoeleinden dat ze hier terecht kunnen. Ja. Oké, okay. Dus, nou, spannend. Leuk. Dat wordt heel erg spannend. Vandaar dat we ook de Arie Notenboom tribune een facelift hebben gegeven. Dus de trainingen vinden plaats op het natuurgasveld. En die heeft ook de afmeting die de UEFA eist. Dus ja. We voldoen helemaal. Oké, okay. En zijn die eisen dan standaard die ook in Nederland gebruikt worden? Of is het afwijkend? Dat kunnen bij amateurwedstrijden afwijkend zijn, want okay. Dat scheelt net in lengte en breedte een 4 meter. Oké, okay, maar jullie veld wordt ervoor op aangepast? Ja. Nou, geweldig. Ja, dat wordt nu meegenomen in fase 2. Oké, okay, perfect. Nou, we blijven het volgen. Ja, ik ook. Ja, Wim, dankjewel. Jo. Door hier te adverteren op Doesburg TV bereikt u 8000 Doesburgse kijkers per maand.